sowieso infanterie hier ergens, want die OP is hot van de Recon Squad. Ja. Dus ik kan wel even daar zo'n ding heen sturen. In fotocamera? Ik kan het niet anders even maken. Okay. Nee. Nee, we zitten dus verder naar het westen. Of naar het noorden kan ook. God, het is, oh, het is weer zo'n muur waar we niet aan je wel, hè? Gek. Die OP is nu wel weg, dus er zit hier nog wel ergens iets. Nee, is het nog steeds levend, hè? Is het alleen niet meer... Er is een veilige tank gemarkeerd voor ons. Nou, dat zie ik niet. Oh, daar, oké. Okay. Dus die rijdt noord. Ja, heb je... Zit je op de gun? Nee, maar dat ga ik nu doen. Ja, ik heb wel HE geladen. Dus ja, voor ons. Met HE. Kijk, ik kom hem. Heerlijk. Wat zo mooi. Puma met de HE killen. Ja. De gun blijven zitten of zal ik even wisselen aan die ander? Ja, oh, yeah, ga maar even wisselen. En ja. Wanneer je denkt van, oh shit, ik durf op het de gun, pak hem maar. Ja, ik had hem natuurlijk wel weer gaan herladen voor die foto, maar dat ik natuurlijk wisselde, is je daarmee gestopt. Oh. Feindelijk soldaat voor ons. Ja, ik zie hem. Ik ga aan het wisselen. Ja. Nou. Die zal niet raak geweest zijn. Ik ga nog mee proberen te rijden inderdaad. Oh. Overheen gesprongen. Of hij is heel snel teruggelopen. Ja, er is een beer dat er ook een raket net op ons geschoten werd, weet je wel. Ja, oh, ja. Oh, ja, gaat goed. Blijf gewoon even op de gun zitten. Dat is makkelijk. Oh, die airhead die is gedropt in Zuid is hot. Hij is al weg. Nee. Zeg je daar iets? Nee, maar dat is precies die hoek waar het wel ongeveer waar die wel ongeveer lag. Vriendelijke outpost is net weggehaald. Ja, dus dan is hij alweer daar. Dan waarschijnlijk die AT zijn. Ja, het zou zomaar kunnen, ja. Dus peekaboe, even. Ja. Ach, dat is een beetje te... Ja. Ik denk dat wij die hebben gewonnen. Dat denk ik ook. Ja,
je gast van House Squad nou hierheen komt, dan kan hij de Gary bellen. Herhaal even, ik kan het niet horen. Dat die gast van House, dat die Squad Leader van House Squad, dat, waarom dat hij gewoon hierheen komt, dan kan hij die carry bouwen. Ja. House Squad, the route should be clear to build a garrison at the very edge. Oh, we zijn WM 73 aan het kwijtraken. Ja, maar dat is altijd de hele tijd het geval. Ik heb geen heavy tech nu eens om een ondersteuning te geven, dus... Nee, dat is ook niet zo. Ik heb het gevoel dat Jan niet eerder echt Armor heeft gespeeld. Nee, speelt hij ook heel weinig. En daarom, hij is ook helemaal niet gewend om inderdaad te rijden in zijn tank. Dus dat, ik vind het niet erg. Ik kan civiel prima, ga je helemaal lekker schieten dan. Ja, dus alleen verwachtingen moet ik daarbij stellen, een soort van. Ja, nee, ja, kijk, tuurlijk, dat is wel zo. Ja, goed, het is natuurlijk omdat we natuurlijk vaak gaan met een grote groep zijn, dat het ook niet snel gebeurt. Dat we echt in de tank rijden. Oh, supplies. Ja, precies. Wat het ook betekent dat er een keer achter de garrison kan zijn? Dat zou zomaar kunnen, inderdaad. Ik zat net hetzelfde te denken. Misschien waren er nog 150, hè, dat kan. Kan, ja, maar ja, geen mogelijkheid om te checken, helaas. Nope. Ik ben veel bij die kerk, zijn ik ook in de kerk toch? Fox Squad, which kind of tank is it? Oh, dat is een Lux dan. Ja, dat is een Lux. Die moeten we toch kunnen hebben. Is het lastig? Ik wil even proberen om dat aan te pakken. Ja. AP is geladen. De weg of zo? Nee, ergens hier bij de tagmarker was de laatste mark. Oké, okay, check. Wat is? Ja. Hij is dichter bij ons gaan bewegen, blijkbaar. Maar je gaat gewoon naar de last known position, dus... Ja, doe maar gewoon. Ja, voor ons. Ja, ik zie. Ja. Eindelijk een garrison achter ons. Voor ons. Oh. Ja, hebben ze. Nou, goed dat ik hem zag. Pijnlijk,
Ja, ja, voor mij zie ik hem daar, maar voor mij zit er al een friendly bij. Ja. Is hij dood? Oh, nee. Oké. Okay. Oh, fuck. Ah, shit. Shit. Sorry. Sorry, man. Oh. Pas, kijk even hier ergens. Huis toevallig daar, dat is ook vaak wel zo'n plekje. Deze. Maar er zit wel een Scotty erbij. Oké, okay, ik denk dat we in ieder geval genoeg recon-werk hebben gedaan. Ze kunnen wel eens verder hun werk uitzoeken. Ja, precies. Prox, I already took down the lighting, by the way. Tijdelijke puma voor ons. Oh ja. Shit. Ja, dood. Yeah, I can do that. I just have to repair somewhere. Man, ik wil repareren, maar het is echt geen goede plek hier. Nee, maar ja, ik denk dat we gewoon maar even, als we het snel doen met z'n tweeën, dan zijn we ook zo klaar. Oké, 3, 2, 1. Ja. Ik stap in. Ja. Yes, let's go. We gaan even naar een artillery toe. Weet je, die ene solo tanker heeft geen goede dag. Nee, inderdaad. Ik snap wat hij probeert te doen. Is dezelfde actie wat ik zou doen, maar... Nee, inderdaad. Nee, ik hoor ze schieten. Het is gewoon op dat moment dat je moet beseffen van... Weet je wat, solo tanker, slecht idee ooit. Ja, precies. Ja. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Dat, daar, artillery. Ja. Moet ik raken? Ja, nog aan even inderdaad. Het is die. Okay. Schiet toch tegen de gun? Ik heb hem nou heb. Ah, hij is daar. Heb je hem? Nee, ik denk het wel. Nee, ik ga gewoon wegrijden. Ja. Commander, we temporarily silenced the gun. But we're gonna go away because you know we're a Greyhound, Wonderwall, yada yada yada. We hebben nog 12 HE en 22 AP. Hoeveel HE weer? 12. 12, oké. Okay. Niet rijden en tegelijk op de map kijken. Oké, okay, er is waarschijnlijk een vijandelijke garrison gemarkeerd ergens aan de zuidenkant, maar van het punt, maar... Van Viewview. Een vijandelijke punt voor ons. Oh ja, zo dan. Laat hem even goed corrigeren dat hij op de weg zit. Ja, ja, ik moet sowieso even, ook even laden van naar B. Schiet, nu gewoon, schiet. Duik hier maar gewoon doorheen. Ja, of eromheen. Oh.
shit. Draai gewoon even kolom. Ja, ik ben aan het draaien, Nou, what the fuck. Ja, nu is de motor stuk. Hoppa. Ah, mooi. We got rid of an enemy panther west of Church Road. jongens, we hadden even één rondje met de Greyhound. Deze is dan wel weer leuk voor YouTube. Leuk, ben ik hem aan het opnemen. Oké, we worden wel beschoten. Mensen. Iemand is boos op ons. Ja, inderdaad. Er is een vijandelijke tank gemarkeerd bij verder oost, maar ja, ik denk dat ze misschien voorzichtig zijn met ons. Vooral omdat we beschoten zijn, dus ja. Ze weten waar we zijn. Ja, precies. Nee, we kunnen het altijd proberen een beetje eromheen rijden en kijken of we tegenkomen. Als we een panter naar de kloten kunnen schieten, dan... Ja. Ik heb geen idee wat die net zijn. Ik hoorde hem ook niet. Ja, voor een van de reden is mijn in-game chat weer lager dan ik had ingesteld. Ja, voor mij pas je dat sowieso soms ook gewoon wel eens aan hoor, na zo'n update of zo. Ja, ik denk dat al die instellingen weer helemaal veranderd zijn. Echt veel man op de punt joh, in de kerk, rondom de kerk. Ja, ik ga even hier even parkeren voor een moment, George. Ja, want... Ik moet even die instelling even goed zetten, want ik hoor gewoon heel wat kleine dingen. Ja, prima. Nee, mijn instellingen zijn allemaal zoals ik wil, maar... Ja, het kan ook zijn dat hij gewoon de hijs en volume lager staan, hè? Ook Sympathy Voice... Voice volume is op 70, ja. Leadership is super hoog. Ja. Ik heb het weer ingesteld. Dan gaan we even terug naar de artillery guns. Ja, ik hoor ze al beschieten inderdaad. Greyhound is going for the artillery guns again. Op de, dan op de ping parkeert, zeg maar. Hier kan ik niet zo makkelijk rijden, geweldig. Ja, hier kan je wel overheen. Ik vond het dat we niet zo in tank tegen ons zitten, natuurlijk wel vlak bij de noordelijke span. En Nico, heb je iets gedaan met jouw geluid in Discord? Want ja. Zo. Om eerlijk te zeggen, de hele game was dat een beetje aan de lage kant, maar. Wacht, het voor mij zag ik links, die draait even naar links. Even naar links. Ik dacht dat ik daar infanterie zag lopen rechts, maar bij dat gebouw. Ik bedoel, zou goed kunnen, maar ja. Oh nee, het was inderdaad gewoon het was een dingetje, dit zag ik. Oké. Greyhound is almost at the artillery. Ik heb nog wel AP, dus moeten we even kijken. Ja, gewoon schieten, weet je. Ja. Oh, mooi. Knallen. En volgens mij ook met de tweede gun. Ja, die rent nu net weg. Oh, wacht even. Ja, sorry. Ik ga even. Geen idee of ik hem had hoor. Maakt niet zoveel uit. Het belangrijke is dat we ze blijven terroriseren om de zoveel tijd. Ja, dat is waar. Dus ik ga nu weer wegrijden. Ja, ik zet de gun weer op 12. We hebben nog 13 AP, 11 HE.
zie. Ik zie één iemand rennen. Ja, ik zie hem ook inderdaad. Twee. Oké, ik ga even wisselen naar... Dat is één. Naar AE. Ja, dan ga ik weer weg. Ja, de tweede was ook een hit. Het was een support guy en een gewone rifleman volgens mij. Ja. Nou, de commander die is net hier neergeschoten op de ping. Hij wilde daar een carry gaan bouwen, denk ik. Ja, kunnen weinig daar aan doen. Maar ja, het is ook een hele riskante plek om carry aan te zetten. Dus. Is ook zo. Bomen, man. Ik heb nog één ronde en daarna gaan we richting Veerveld. Ja, is goed. Staat hier rechts, hè? Ja. Hebben ze het opgegeven, misschien? Ja, nou, ik denk omdat we natuurlijk tweede keer vlak na elkaar terug zijn gekomen. Denk ik van wel, maar je kan even een beetje door die fences heen rijden. Even van dichterbij. Voor ons in de linkergun. Oh ja. En ik weet hoe ze voelen, ik heb er zo wat een scheidhekel aan. Als je dan gewoon elke keer weer voor je flikker wordt geschoten. Oké, 12 AP, 9 HE. Oké, nou goed. Maar ze zijn niet weggegaan, want de truck die zat in ons. Ze zijn of ergens anders gespand of inderdaad ze wachten. Ja. 73 aan het verliezen. Is ook echt, we zijn ook weer vanaf één punt aan het aanvallen. Is ook echt. Ja, dat is ook onhandig. We hebben ook een groot gebrek aan garrisons. Maar je moet ook eigen initiatief gebouwd worden. Dat niet doen. Weet je, je hebt een midspan, heb je een truc. Je hebt een zuidspan, heb je een truc. Je kan er zo even een stukje omheen rennen. Ja, kijk hoe wij het gedaan hebben. Ja, daarom bijvoorbeeld als ik die idee zou kunnen toepassen, weet je, met wat ik jou eerder had verteld. Ja, ja. Had je deze probleem helemaal niet, weet je? Nee, klopt. Dat is heel anders inderdaad. Ja. Ja, die gaan we kwijtraken. Ondanks dat we het, ik weet niet of die tank er in het noorden aan het doen is, maar... Ik denk dit duurt lang, maar ja, nu zijn we de dockwing zijn we ook zo kwijt. Ja, die risico is er inderdaad. Omdat die andere slots die blijven nog steeds daar zitten, ten noorden van Veerveld. Die zijn niet aan het redeployen. Ja. Ze zeiden van dat er een tank was opgereden richting WN73, dus het kan zijn dat dit op die attack marker nog een tank zou kunnen zijn, maar hij kan ook verder bewogen zijn. Ja, precies. Nou, we gaan het wel zien. Maar ik weet ook dat het flink riskant is om een directe beeline te maken naar 7-3. Oké, ze zeggen aan de noordzijde van de map, dus hier dan? Ja, dat moet er wel, want dan zijn onze andere tanks zijn we kwijt die er stond. Die aan de noordzijde stond, dus dan moet hij naar daar staan. Ik zal alvast AP laden. Ja, doe maar. Nee, ik wil hem schieten. Ik denk meer rechts dan links, maar... er is ook een vijandelijke garrison gemarkeerd helemaal hier links. Maar... Nee, laten we anders eerst die even pakken.
En ook gewoon die supply drop geweest zijn van net. Ja. Gelukkig inderdaad, ja. Voor mij, ik denk dat hij wel hier ergens staat hoor. Ik zie hier rook. We hebben de outpost neergehaald, maar... Ja. Kerrissen, hè? Ja. Waar is die? Als hij er al is. Ik zie niks namelijk, hoor. Ook niet. Nou, we die tank nog kunnen... Wat is het doelwit maakt voor de tank, weet je? Dat is het probleem. Ja. Kunnen vinden. Voordat ik het kwijtraak. Kijk hoor. Als we nog zien natuurlijk. Ik denk dat hij al veel verder naar voren is gereden, denk ik. Oh nee. Nou, valt mee. Nee. Nou, we deden ons best. Zeker. Ik denk dat we op zich nog een prima, prima score hebben. Ja, grootste hoeveelheid, wat is het? Combat effecten. Ja. Ja. Batsonby, we hebben de panten ingehaald. Ja, ik wou net zeggen, dat was super nice. Kijk, 31 kills, op zich niet verkeerd. Ja. 5 vierkills. 11 officieren.